Op het moment dat je namelijk begint met de ingang van 1 ampère en de stroomsterkte is groter dan die 1 ampère, dan gaat een meter stuk. En dat wil je niet hebben. Welkom bij Natuurkunde bij een plek waarbij je leert denken als een natuurkundige. In deze video gaan we het hebben over hoe je de stroomsterkte kunt meten. Want meten is weten. Dus laten we snel beginnen. Ik heb hier een schakeling gebouwd. Bestaande uit een voedingskastje, een lampje en 2 draden. Als ik de stroomsterkte wil meten door deze schakeling, dan moet ik de stroommeter opnemen in deze schakeling. Deze stroommeter moet ik in serie aansluiten. Daarmee bedoel ik dat hij onderdeel wordt van de stroomkring. Nou, laten we dat doen. Ik ga een draad bevestigen van het lampje naar de stroommeter. En van de stroommeter weer terug naar het voedingskastje. Als ik deze nu aanzet, het lampje gaat branden en de stroommeter geeft een bepaalde waarde aan. De stroommeter die geeft de stroomsterkte in ampère. Ampère is de eenheid voor elektrische stroom. Hetzelfde als voor de lengte de eenheid meters is. Bij het aansluiten van deze stroommeter moet je goed kijken welke ingang je gebruikt. Bij deze stroommeter heb je 2 ingangen. Namelijk eentje van 5 ampère, daar zit je nu in, en eentje van 1 ampère. Bij het meten van de stroomsterkte begin je altijd met de ingang met de grootste meetbereik. In dit geval namelijk die van 5 ampère. Op het moment dat je namelijk begint met de ingang van 1 ampère en de stroomsterkte is groter dan die 1 ampère, dan gaat een meter stuk. En dat wil je niet hebben. Nu hebben we dus de ingang gebruikt van 5 ampère. Als je kijkt naar de schaal, dan zie je eigenlijk 2 schalen. Eentje boven en eentje onder. Bij de ingang van 5 ampère, dan gebruik je de onderste schaal. De stroommeter is aangesloten en je ziet dat de stroomsterkte op het 3e streepje staat. Aangezien er 10 streepjes tussen de 0 en de 1 zitten, is elk streepje gelijk aan 0,1 ampère. 3 streepjes is dan dus gelijk aan 0,3 ampère. De stroomsterkte is kleiner dan 1 ampère. In dit geval kunnen we dus beter de ingang gebruiken van 1 ampère. Deze is namelijk nauwkeuriger. Bij het gebruik van de ingang met 1 ampère geeft de stroommeter een waarde aan tussen de 0,2 en 0,4 ampère. Zoals je kunt zien zit de wijzer op het 3e streepje na de 0,2. Tussen de 0,2 en 0,4 zitten 10 streepjes. Elk klein streepje is dan dus 0,02 ampère. De wijzer staat op het 3e streepje na 0,2. Dus de stroommeter geeft een waarde aan van 0,26 ampère. Dit is een nauwkeurige meting dan daarnet. Daarnet hadden we als antwoord 0,3 ampère. En nu hebben we als antwoord 0,26 ampère. Het antwoord van nu is dus nauwkeuriger, namelijk meer decimalen. En zo meet je de stroomsterkte door een schakeling. Nou, heb je iets aan deze video gehad? Laat dan weten met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou in de volgende video. Later!